deze nieuwe video. Mensen, ik heb een coltrui aan in juli. Dit is toch niet normaal? Het is super slecht weer, super veel regen. Maar over 2 dagen is het weer 26 graden. Nederland be like. Maar in ieder geval, het gaat niet over het weer. Ik ga vandaag allemaal nieuwe make-up en kleding testen. Al deze producten heb ik gratis gehad in PR. Wat houdt PR in? Merken sturen mij hun kleding, hun make-up gewoon gratis op om het te proberen. De video is verder niet gesponsord. Ik ben niet betaald. Ik mag met al deze producten doen wat ik wil. Al laat ik ze niet zien, dat kan ook. Maar ik dacht, ik pak gewoon al mijn PR producten die ik op dit moment heb bij elkaar. En ik ga er gewoon een hele video van maken. En dan kunnen we met z'n allen kijken wat we ervan vinden. Ik ben echt weer super benieuwd. En het zijn echt super leuke producten. Ik ga beginnen met alle make-up. Dan maak ik een hele leuke make-up look. En daarna gaan we de kleding doen. Dus blijf vooral tot het einde. Want dat wordt ook echt heel leuk. Want de kledingstukken zijn echt allemaal super leuk. Deze video gaat waarschijnlijk een iets langere video worden. Dus pak er iets lekkers bij. Iets te eten, iets te drinken. Als je het nu al leuk vindt, vergeet dan ook niet te liken en te abonneren. Daar help je mij enorm mee. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga zoals ik altijd doe beginnen met de ogen. En ik heb echt de leukste, meest schattige oogschaduwpaletjes ever. Ik heb hier de 3 Bare It All oogschaduwpaletjes van W7. Dit zijn ook weer echt dupes van Huda Beauty paletjes. Deze 3 paletjes, het zijn alle 3 een beetje nude naturel paletjes, hebben we nou in een goedkopere variant van W7. Het gaat van licht naar donker. Dit is het lichtste paletje. Deze heet Bare It All Exposed. Dit is het medium paletje. Die heet Bare All Uncovered. En het donkerste paletje, die heet Bare All Raw. Deze paletjes zijn dus zo opgezet dat je voor een lichte, een medium en een donkere huidskleur een goed nude oogschaduwpaletje hebt. Ik val altijd in categorie medium, dus het paletje die ik zou moeten gebruiken is deze. Die heet Uncovered. Dit is ook echt een prachtig paletje. Maar ik moet zeggen dat het donkere paletje Raw mij ook echt aanspreekt. Of ik ga ze gewoon alle 3 mixen, dat kan ook. Maar dit donkere paletje, ik had de 3 paletjes al gezien bij Huda Beauty. En bij haar sprak het meest donkere paletje me ook al het meeste aan. Dus ik weet niet waarom dat zo is, maar oké. Maar in principe zou ik moeten gaan voor het medium paletje. Want ik heb een medium huidskleur. Zal ik dan maar gewoon gaan voor het medium paletje? Ik kan ook gaan mixen. De paletjes zijn super betaalbaar, dus je kunt ze echt gewoon alle 3 halen. Ik denk toch dat ik gewoon ga voor het medium paletje. Alleen de andere 2 paletjes zien er ook echt geweldig uit. We gaan even inzoomen op de ogen. Zoals altijd ga ik weer eens beginnen met primer met mijn MAC Soft Ochre. Ik ga beginnen met deze onderste matte, een beetje licht bruine kleur voor in mijn Arcado. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quads. En die breng ik helemaal aan in mijn hele Arcado. Dit wordt de eerste transitiekleur. Oeh, hij brengt al gelijk best wel veel kleur aan. Had ik niet verwacht van zo'n lichte kleur. Ik ga de kleur een beetje mixen met de matte kleur hier. Dus ik mix deze kleur en deze kleur een beetje samen. Dat maakt het een beetje iets meer rozig, een beetje meer peachy. Dat vind ik wel mooi. Dan pak je de iets donkerdere kleur hierboven. En die breng ik dan ook zo'n beetje aan in mijn arcaarboog. Maar ik blijf een beetje onder die andere kleuren. Dan pak ik deze iets donkerdere bruine matte kleur. En met mijn Zoeva 227 kwast, dat is een beetje een platte fluffy kwast, ga ik die aanbrengen vooral in de buitenste hoeken. En dan een beetje zo indrukken dat het goed bruin wordt. En dan blenden een beetje in de arcaarboog en een beetje naar buiten. Om het een beetje zo smoky te maken. Ik heb al 4 keer een beetje gezegd. En dan pak ik weer die fluffy kwast van net. Ik heb er verder geen oogschaduw meer meegepakt. Dan ga ik een beetje blenden bij de randen. Mensen, ik ga toch even paletjes mixen. Ik wil het toch nog iets donkerder maken. Dus ik ga in met het donkere paletje Raw. En dan pak ik de donkerbruine kleur hier. Ik vind dit paletje gewoon zo mooi dat ik hem gewoon echt per se wil gebruiken. En dan ga ik met die kwast ook weer een beetje de hoeken wat donkerder maken. Ik moet zeggen, de kleuren brengen echt fantastisch aan. Het is echt gewoon alsof ik een duur paletje gebruik ofzo. Ik heb by the way een kortingscode voor w7cosmetica.nl. Kan alleen maar op hun website. Staat beneden in de beschrijving. Dan ga ik ook in met dit lichtste paletje Exposed. En dan pak ik deze hele lichte nude kleur. Met een schone BH Cosmetics Fluffy Quast ga ik daarmee een beetje over de randen. Om het extra goed te blenden. Want die andere 2 paletjes hebben niet echt zo'n super lichte kleur. Mensen, I love it. Wat ik dan wil doen is dat ik een make-up wipe pak en het dan hier eventjes strak trek. En dan ga ik met mijn Catrice Concealer een halve cut crease maken. Voor de cut crease gebruik ik mijn NYX Cosmetics nummer 14 kwast. De beste kwast om een cut crease te maken.
Oké, de halve cut crease zijn gemaakt. Nou gaan we in met 300 glanzende kleurtjes. En ik ga de twee glanzende kleuren hier aanbrengen. Ik begin eerst met de kleur hier voor de binnenste ooghoek. En dan daarnaast breng ik deze kleur aan. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray. Dit is een platte kwast van de Kruidvat collectie. Hun pro collectie nummer 5. Ik hoop echt dat de glanzende kleuren even goed aanbrengen als de matte kleuren. En volgens mij is dat zo. Als ik die kleur aanbreng, brengt hij een beetje rosé aan ofzo. Ik had hem iets meer goud verwacht. Hallo focus. Kunnen we het zien? Ik had iets meer echt goud verwacht. Maar goed, zo'n kleur is ook wel heel mooi daar niet van. En dan daarnaast breng ik die andere glanzende kleur aan. De kleuren brengen echt fantastisch aan. Alleen er is wel best wel veel fallout. Er valt best wel veel op je gezicht. Dus ik raad je echt aan om met je ogen te beginnen. Uit het donkere paletje pak ik dan ook deze kleur. Die blend ik dan een beetje in met de glanzende kleur hier. Ik ben helemaal impressed met deze oogschaduwpaletjes. Kijk even deze look. Zowel de matte als de glanzende kleuren, amazing. Echt fantastisch. Zijn echt super goede paletjes. Ik had niet verwacht dat ik ze echt zo goed ging vinden. Dan wil ik ook een winged eyeliner maken. Hiervoor heb ik ook iets nieuws van de Makeup Studio. Hun liquid eyeliner, fluid eyeliner. Ik heb van hun ook een kortingscode. Die staat ook beneden in de beschrijving. Dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon een klein zwart flesje. Oh, en het heeft zo'n klein dun applicatortje. Daar ben ik wel happy mee, want dan kun je altijd heel secuur werken. Deze brengt echt geweldig aan. Hij brengt heel secuur aan. Hij is ook echt super mat. Zoals je hier kunt zien, hier is hij nog een beetje nat. Het enige wat ik een klein beetje minder vind, is dat hij niet heel veel product oppakt in één keer. Dus ik moest best wel vaak weer terug in de flacon. Maar voor de rest, het kwastje is ook super fijn. Hij brengt helemaal zo dun aan. I love it. Het is niet de makkelijkste, dus als je een beginner bent, raad ik hem niet aan. Ik raad hem echt alleen maar aan als je al een beetje gewend bent om een wing te maken. Dus dat wel, maar voor de rest vind ik hem wel echt gewoon fijn werken. Dan heb ik ook een nieuwe mascara van Kiko van hun nieuwe vegan line, de Conscious line. Deze nieuwe collectie van hun is compleet vegan. En ik heb hier de mascara, de Black Vegan Volume Mascara. Dit is de verpakking, zo heel mooi lichtgrijze, ook best wel bulky. Ik vind de verpakking heel mooi. Het is gewoon heel elegant, heel simpel, maar wel heel mooi. En hij heeft echt een mega grote dikke borstel. Deze ga ik eventjes proberen op mijn mini wimpers. Wow, hij werkt echt al gelijk goed. I like it. Ik heb wel echt bijna geen wimpers, dus je kunt het niet zo goed zien. Maar ik kan het altijd wel gewoon goed zien. En hij krult ook alles zo mooi omhoog. I like it. Wow. Ook dit had ik echt absoluut niet verwacht. Als neppe wimpers doe ik deze Primark wimpers op in de stijl 747. En dan kom ik zo bij jullie terug en dan gaan we beginnen aan het gezicht. Daar ben ik weer. Ik ga nou beginnen aan mijn gezicht. Ik heb een nieuwe primer en dat houdt in dat ik geen nieuwe foundation en geen nieuwe concealer aan ga brengen. Omdat ik echt wil zien hoe de primer gaat werken. Of ik hem goed ga vinden of niet. Dus ik wil het gebruiken met een foundation en concealer die ik al ken. Dus mocht het niet goed zijn, dan weet ik in ieder geval dat het aan de primer ligt. Ik heb ook weer een nieuwe primer van Makeup Studio. Dat is deze grote witte primer. Echt een super grote flacon. 35 ml. Er staat verder niet op wat het doet. Er staat gewoon op Pro Base. Dus ik ga er gewoon vanuit dat hij gewoon je make-up langer laat zitten. Want dat is altijd wat een primer doet. Maar ik moet zeggen dat zo'n witte kleur vaak ook mat maakt. Ik ga eventjes gewoon online zoeken. Of misschien online opstaat wat hij doet. Ja, er staat op dat er vitamine B in zit. En dat het je huid beschermt door een UVB filter. En dat het je huid gewoon klaarstoomt voor foundation. En dat het je huid egaal maakt. En de make-up langer laat zitten. Dus eigenlijk gewoon al wat ik had verwacht. Dus dit gaan we even proberen. Hij is gewoon zo wit. Er staat online dat hij gewoon transparant is. Oeh, hij ruikt heerlijk. Ik moet zeggen dat bijna al hun make-up altijd best wel een parfumgeur heeft. Af en toe vind ik het wel iets te veel, maar dit valt op zich mee. Dit is niet per se te veel of zo. Het voelt heel dun aan op de huid. Het voelt echt aan als een hele dunne, waterige-achtige crème. Ik hou echt van de geur. Het heeft echt een lekkere geur. Oké, heel eventjes 1 seconde laten indrogen. Ja, 1 seconde is wel heel snel. Laat ik zeggen 10 seconden. Oké, voor foundation en concealer gebruik ik een Benefit combo. Dit is de Benefit Foundation in de kleur 6. En de Benefit Boeing Concealer in de kleur 5. Deze twee heb ik ook ooit gehad in PR. Dus dan blijven we wel in het gratis make-up PR make-up thema. En ik breng het aan met mijn NYX Cosmetics spons. De beste betaalbare spons ever.
Oh, ik heb weer gebruind, dus ik heb weer lekker mooi een bruin kleurtje. Daar ben ik echt weer heel blij mee. Zal ik jullie iets grappigs vertellen? Ik had dus voordat ik ging slapen gebruind, want dan laat ik het altijd de hele nacht intrekken. En dan in de ochtend was ik het eraf. Word ik dus in de ochtend wakker met wat geboor. Oh, ik heb foundation in mijn haar. Word ik dus in de ochtend wakker gemaakt door geboor, zijn ze dus aan het boren in de badkamer. Waardoor ik gewoon de hele dag niet kon douchen. Terwijl ik die bruin erop had gedaan. Dus ik was helemaal zo raar bruin-zwart. Want je moet het er altijd afwassen om je echte kleur te krijgen. En daar zat ik dan. Helemaal bruin, helemaal raar zwart. En ik kon niet in de douche. Toen moest ik dus helemaal naar een vriendin toe om bij haar alles eraf te kunnen wassen. Wat een gezeik. Dus precies wanneer ik heb gebruind, besluit mijn moeder, ik ga de badkamer eventjes laten fixen. Top! Oké, mijn basis is gezet. Nou ga ik in met een nieuwe poeder van W7. De W7 Gotta Glow Loose Setting Powder. Deze camera wil gewoon nooit snel focussen. Maar god zeg, dit is de verpakking. Best wel een mooie verpakking. De laatste keer dat ik een nieuwe W7 poeder heb gebruikt, ging het niet zo goed. Dus ik hoop dat het nou beter gaat. Er staat dus op glow. Dus het is echt een glow poeder, niet per se een matte poeder. Dus deze ga ik gewoon proberen. Ik heb ook de Elf Halo Glow Poeder. En die vind ik ook echt fantastisch. Dus ik hoop dat dit een beetje een soortgelijk effect gaat hebben. Ik moet wel zeggen dat de kleur een beetje aan de vrij donkere kant is. Maar ik ben benieuwd. Ja, hij is echt te donker voor mij. Maar als hij gewoon goed werkt, dan ben ik tenminste wel blij. Nou worden dus alle plekken die ik heb verlicht met concealer weer donker. Deze poeder is verschrikkelijk. Hij zit echt super lelijk op de huid. Oh my god, dit is echt verschrikkelijk. Hij heeft alles geel gemaakt en het zit gewoon niet mooi op de huid. Kunnen we het zien? Ik ga even een foto maken met mijn phone, want je kunt het dan echt beter zien. Dat weet ik zeker. Het is een glow, maar ze hebben er allemaal van die hele lichte glittertjes in gedaan en zo. Waardoor het echt te veel gloot. Oh mijn god. Het is gewoon letterlijk alsof ik een gele glitterpoeder heb gedaan op mijn gezicht. De video ging net zo goed. Nou is mijn hele gezicht geel. Ik ga mijn gezicht ook poeder contouren met dit Revolution Pro HD paletje. Dit is echt een huge paletje. Super, super groot. Oh my god. En in dit paletje heb je echt elke kleur even. Je hebt blush kleurtjes. Je hebt een bananenkleur, lichte kleur, contourkleur, bronzer, blushes. Echt van alles. Ik ga de contourkleur gebruiken om mijn gezicht te contouren. Al denk ik dat hij misschien iets te licht gaat zijn. Ik denk dat ik hem ga mixen, jongens. Ik ga deze kleur mixen met de kleur ernaast. En dan ga ik hiermee contouren. Ja, als je die twee kleuren mixt, dan heb je echt de perfecte contourkleur voor mijn huidskleur. Oh, die poeder heeft echt mijn hele gezicht verpest. Ik hoop echt dat we zo meteen dat een beetje kunnen fixen. Maar oké. Dan pak ik deze hele lichte roze matte kleur. En die ga ik dan nog extra aanbrengen hier onder mijn ogen. Om het daar hopelijk een beetje iets lichter te maken en een beetje mat te maken. En het gewoon, ja, al met al iets beter te maken. Dat doe ik altijd. Ik breng altijd eerst een losse poeder aan en dan een pressed poeder. Dus dit is niet per se iets wat ik normaal niet doe. Maar normaal is de losse poeder eronder ook gewoon mooi. Dus ja. Wow, daar komt echt veel kleur van af. Nou, ik moet zeggen dat dit paletje op zich wel goed werkte. De kleuren zijn heel mooi. Ik vond hem alleen een beetje moeilijk qua blenden. Het blendt niet echt super makkelijk mee. Ik ga even mijn Max & More Fixing Spray sprayen om mijn gezicht een beetje te fixen. Die lichte pressed kleur die ik nou net heb opgedaan, die heeft echt geholpen. Het is nou echt wat lichter, dus daar ben ik wel happy mee. Oké, dat is heel even klaar. Ik ga verder met de ogen. Wat ik altijd doe, maar vaak niet doe op beeld, maar wel echt gewoon elke keer doe off beeld. Dat is dat ik een zwart oogpotloodje aanbreng in mijn bovenste waterlijn. Dus hier zo zien we die huid hieronder. Je kunt die altijd nog zien. En dan maak ik die zwart en dan blend het mooi in met de nep, wimpers en de eyeliner. Ik heb ook van de Kiko Vegan Line een zwart oogpotloodje van hun. Dus die ga ik even proberen. Dit is de kleur nummer 4. En ook weer zo'n mooie lichtgrijze verpakking. En met dit zwarte oogpotloodje ga ik even die waterlijn proberen in te kleuren. Ja, hij brengt lekker creamy aan. Goed zwart. Het is echt een goed zwart oogpotloodje. Dan ga ik mijn ogen afmaken. Ik pak weer dit donkerste paletje, Raw. En dan pak ik deze bruine kleur die ik net ook had gebruikt in de hoeken. En die breng ik aan op de onderste wimperrand. Ik breng ook even een zwart Catrice oogpotloodje aan in mijn onderste wimperrand.
En dan pak ik het lichtste paletje Exposed. En dan pak ik deze hele lichte glanzende kleur. Die is een beetje licht paarsig, licht rozig. Ik vind deze kleur hier ook echt prachtig. Maar ik pak nou deze. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. Hopelijk is die licht genoeg. Ja, volgens mij wel. En dan een beetje van die fantastische mascara op de onderste wimpers. Ik hoop dat hij goed gaat werken voor de onderste wimpers. Want hij is best wel groot en bulky. Maar ik denk het wel. Dan ga ik ook dit paletje gebruiken om te bronzen. Ik gebruik deze bruine kleur. Oké, ik vind die kleur iets meer geschikt voor contour. Want hij is vrij aan de meer grijze, koele kant. Niet echt heel warm. Maar oké, voor nu is het gewoon oké, whatever. En het blendt ook weer niet echt super goed mee. Oh, mijn gezicht door die poeder. Een en al glans. Ik ga toch nog even iets doen nu, jongens. Want dit kan echt niet. Ik pak weer even deze lichte pressed kleur. En die ga ik ook aanbrengen hier zo. En een beetje hier waar ik die losse poeder ook heb gedaan. Want het is echt allemaal veel te veel glans. En ik moet het echt een beetje mat maken. Het is echt ongelooflijk gewoon hoe één poeder voor je hele gezicht kan verpesten. Voor blush heb ik ook een blush van die collectie van Kiko. De Vegan Matte Blush in de kleur nummer 3 Imagine. Kijk even die verpakking weer, hoe mooi. Hij is ook zo ingedeukt. Ik weet niet of je het echt goed kunt zien, maar dit gaat zo in een deuk. Hele mooie luxe verpakking vind ik. En dit is dan de kleur, een mooie matte, een beetje donkerroze kleur. Prachtig. Ik ben echt heel blij dat de blush mat is, want ik moet echt wat matte producten hebben op mijn gezicht. Oké, dit is niet echt de beste blush die ik ooit heb gebruikt. Hij is een beetje patchy. Zien we dit? Kan misschien al ook wel een beetje aan de poeder liggen, maar ik denk niet. Ik denk gewoon echt dat de blush niet zo goed is. Hij brengt een beetje vlekkerig aan. En hij is hier een beetje grijzig, maar dat komt echt door die contour bronzer kleur eronder. Dan heb ik van W7 de Killer Glow. Deze kleur is waarschijnlijk wel echt veel te licht voor mij. Het is echt gewoon een wittige glanzende kleur, zien we dit. Het is wel echt een prachtige kleur, maar wel echt heel erg wit. Vooral voor mijn huidskleur. Kijk wat er gebeurt. Ik wilde hem swatchen, maar hij swatcht gewoon een beetje heel die kleur ervan af. Als ik er gewoon zo met mijn vinger overheen ga, alles valt er gewoon uit. Wat is dit? En het voelt ook echt super krijtachtig aan. Nee, dit kan toch niet? Ik ga dit niet aanbrengen op mijn wangen, want dit wordt echt een fiasco. Dat kan ik jullie al vertellen. Ik pak even een klein beetje met een klein kwastje en dan misschien een beetje hier in de binnenste hoek. Om daar iets meer glans te creëren. Ja, er komt niet echt veel van af. Dit is wel heel weird. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het gaat er gewoon letterlijk allemaal van af. Ik ga gewoon weer even een ander product gebruiken. Deze highlighter ook van Makeup Studio. Deze is echt fantastisch. Deze heb ik ook ooit gehad in PR. Of ja, ooit. Een maand geleden. Echt een prachtige kleur deze. Dan voor de lippen. Daarvoor heb ik 3 lipsticks. Want ik heb deze hele lipstick set ook van Makeup Studio. Met 3 kleuren. Nude Nirvana, Nude Humanity en Gypsy Pink. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Het zijn allemaal matte lipsticks. Kijk de verpakking hoe luxe. Dit is echt super luxe. De verpakking van de lipsticks is echt prachtig. Zo mooi mat zwart. I love it. Dit zijn dan alle 3 de kleuren geswatcht. Alle 3 best wel nude kleurtjes. De eerste kleur is Nude Humanity. De tweede kleur is Nude Nirvana. En de laatste kleur is Gypsy Pink. Alle 3 een beetje roze-achtige kleurtjes. Ik ga ze even snel alle 3 aanbrengen, want dat vind ik wel leuk. Ik ga beginnen met de kleur Nude Humanity. Dat is volgens mij de lichtste kleur. Hij brengt heel creamy aan. Alleen de kleur is wel iets te licht voor mij. Er komt ook niet echt heel veel kleur vanaf. Het is gewoon een hele lichte balmachtige kleur. Dit is dan de eerste kleur. Dan komt de kleur Nude Nirvana. Die is iets donkerder. Nou, die kleur staat mij al iets beter. Ze brengen heel creamy aan, maar ze zijn wel mat. Dat vind ik echt een perfecte combinatie. Alleen is hij ook weer niet echt super, super gepigmenteerd. Het is gewoon een lichte kleur op de lippen. Maar ik vind het wel een mooie roze kleur. En dan de laatste kleur, dat is Gypsy Pink, de donkerste kleur. Deze lijkt een beetje rood, maar hij swatcht toch wel gewoon rozig. Dit vind ik ook echt een hele mooie kleur, een beetje koraalachtig. I like it. Ik had alleen wel een beetje het probleem dat als je vaker over één plek gaat, het product eronder er een beetje afhaalt. Dus dat is niet heel handig. Dat waren dan de 3 lipsticks. En dat was het dan, jongens. Ik heb verder geen nieuwe fixing spray. Dus ik gebruik gewoon mijn W7 Duo Over Fixing Spray. Deze had ik ook gehad in PR. En dan zijn we klaar.
Oké, mensen, dat waren dan alle make-up producten. Wat vinden we van de look? Ondanks die vreselijke poeder is mijn gezicht toch nog wel een beetje oké. En mijn ooglook en alles ook. Ik ben echt best wel blij met de look. Ik ga hem ook gewoon oplaten. Ik ga het er niet afhalen, want het is gewoon helemaal oké. Ik zal heel even snel nog vertellen wat ik van alle producten vind. En of ik ze nou uiteindelijk echt aanraad of niet. Ik begin met dit Revolution HD Pro paletje. Ik raad hem ondanks de lage prijs niet aan, omdat hij gewoon niet goed blendt. Deze drie lipsticks raad ik ook niet aan. Vooral voor de prijs vind ik ze gewoon niet genoeg. Ze brengen gewoon niet heel erg fijn aan. Een beetje patchy, vooral die kleur die ik nou op heb. En niet genoeg pigment. Dus voor die hogere prijs zou ik eerder gewoon een goede MAC lipstick halen. Deze blush vind ik ook niet zo. Hij brengt ook een beetje patchy aan. En dat vind ik gewoon niet zo top. Ik wil echt van een blush dat hij gewoon mooi inblendt en goed eruit ziet. De winnaars van vandaag zijn absoluut deze oogschaduwpaletjes. Rete goed, gelijk halen. Ze zijn super betaalbaar. Zou ze echt gewoon alle drie halen? Echt geweldig. Of je pakt gewoon de kleur die jou het meest aanspreekt. Of die het beste matcht met jouw huiskleur. Maar ik ben echt totaal impressed. Super, super goede paletjes. Deze mascara, idem dito. Super goede mascara. Hij brengt echt volume en hij krult je wimpers goed omhoog. Dus als je dat zoekt in een mascara, ga je hier echt heel blij mee zijn. Deze poeder, ik denk niet dat ik hier nog iets over hoef te vertellen. Echt vreselijk. Dit is gewoon een losse highlighter. Want het is gewoon complete glans. Het maakt niet mooi smooth. Het blijft zo raar zitten op de huid. Het is veel te geel. Echt een hele slechte poeder. Deze eyeliner vind ik echt goed. Hij is echt super mooi. Ik ga hem ook zeker vaker gebruiken. Mooi zwart. Mooi mat. Deze raad ik ook aan. Deze highlighter, ja, daar hoef ik denk ik ook niks meer over te vertellen. Dit zwarte oogpotloodje is ook goed. Lekker creamy en super zwart. Deze primer, hij voelde op zich goed aan. Hij voelt wel een beetje aan alsof je niet heel veel doet. Hij plakte ook niet echt. Hij voelde super dun aan. Dus ik weet niet of je nou echt iets heeft gedaan voor mijn gezicht. Ik ga jullie wel even een update geven wat ik ervan vind aan het einde van de dag. Want dan weet ik het beter. Dan gaan we nou verder met het kledinggedeelte. Ik heb weer 4 kledingstukken gehad van Chicale. En ik heb ook een korting voor jullie. Komt hier in beeld en staat beneden in de beschrijving. Die is 5 dagen geldig. Dus wees snel als je hem wilt gebruiken. Ik ga jullie alle 4 de kledingstukken laten zien. En ook alle 4 aandoen. Want ik vind ze echt super super leuk. Ik ga beginnen met kledingstuk 1. En dat is dit super leuke roze shirt. Met hier zo een gat. Je had hem in verschillende kleuren. Maar ik hou altijd wel van roze. En ik vond het wel leuk om een fel kleurtje te bestellen. Want ik draag altijd zwart en ik dacht, ja, laten we ook gewoon wat kleur doen. Dus deze vond ik super cute. Hij is niet crop top. Hij oogt een beetje kort. Is hij ook, maar het is echt geen crop top. Super, super leuk shirtje. En ik heb hem, by the way, in maat M. Mensen, deze top is zo leuk. Ik vind ook dit heel leuk. Ik vind de kleur mooi. Ik hou van de stof. Ik heb hem aangedaan met een broek. Die is leer. Dit is een zwarte leren broek. Kijk even hoe leuk. Achterkant is gewoon dicht roze. Ik vind het echt een leuke top. Je hebt hem dus ook in een aantal andere kleuren. Echt super super leuk. I love it. Hij past ook echt goed. Dan heb ik hier deze bodysuit. Ik hou van nude. Nude en zwart zijn mijn 2 favoriete kleuren om te dragen. En dit is zo'n bodysuit. Ook heel erg leuk. Ik hou ook altijd van bodysuits. Want dat is leuk voor met een jeans. Een high-waist jeans. Deze heb ik in maat ML. En deze past ook goed. De kwaliteit is ook echt goed. Hij voelt echt dik aan. En hij is lekker stretchy. En daar hou ik van. Dit is dan de bodysuit. Ik heb hem aangedaan met een bruine joggingbroek. Deze is gewoon van de Primark. Lekker goedkoop. Deze bodysuit zit ook echt heerlijk. Hij is super stretchy. Heel erg zacht. Je kunt hem echt makkelijk aandoen. Hij zit gewoon helemaal perfect. Mensen, I love it. Echt. Deze bodysuit voelt zo zacht aan. Ik wou maar dat ik hem jullie kon laten voelen. Ook super stretchy. Ja, echt top. Dan heb ik hier ook nog dit witte shirt. Beetje hemdje shirt. En hieronder heb je zo van die schouder... hoe heet het? Ik weet niet hoe het heet. En dat maakt het daar zo een beetje vierkantig. En dat vind ik wel leuk. In het midden is het zo een beetje geroosterd. En hij schijnt niet door. En de kwaliteit is ook weer goed. Het is wel een beetje dunnig. Maar wel gewoon een goede kwaliteit. Dus dit vind ik ook echt een heel leuk shirtje. Dit is dan de witte top. Hij schijnt een heel klein beetje door. Maar niet too much. Ik heb hem gewoon weer aan met die broek. Ik had geen zin om van broek te wisselen. Dit is ook echt heel erg leuk. Dat het zo, dat het zo hoekig wordt bij allebei de kanten. I love it. Ik vind ook dit hier heel leuk. Ja, ik vind het echt
een leuke top. Als laatste heb ik een jurkje. En deze vind ik echt super leuk. Het is weer zwart, maar daarom ben ik nou zo extra enthousiast. Het is een vrij simpel jurkje met zo hier een rits. Je kunt die open doen helemaal of gewoon dicht doen. Hangt er vanaf hoe sexy jij wilt zijn. En hij is helemaal strak. Hij is wel gewoon kort. Het is niet iets wat tot de knie valt of zo, waar ik normaal van hou. Hij is gewoon lekker kort en ja, gewoon best wel simpel. De kwaliteit is ook weer goed, super goed. En hij stretcht goed mee en dat vind ik altijd belangrijk. En last but not least, deze jurk. Hij kan dus helemaal open, hij kan ook helemaal dicht. Als je dat leuk vindt, ik hou altijd wel gewoon zo van een klein beetje open, niet te veel. Voor de rest is hij gewoon kort. Hij valt tot net iets over de knie. Ik kijk mijn sokken, whatever. Hij zit echt als gegoten, zit heel mooi om mijn lichaam heen. I love it. Hij is ook weer zo super stretchy. Ik vind dit ook wel leuk, dit maakt het een beetje apart. Ja, echt een hele mooie jurk. Hier ben ik echt heel happy mee. Nou, dit was het dan voor vandaag. Laat me weten wat je vindt van alle make-up producten, van de make-up look, van de algehele video. Heb je nog leuke video ideeën? Of wil je gewoon mij even laten weten wat je van de video vindt? Laat het me dan beneden weten in de comments. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!